achter mij twee iconen uit Autostad. Ja, daar staan ook nog iconen, dat zijn die schoorstenen. Maar dit is wel heel erg gaaf. We krijgen nu een tour door die hele toren heen. Om te zien hoe dat werkt. Ja, het is natuurlijk een autolift, maar er zitten best wel veel details aan die gewoon wel gaaf zijn om te zien. En het is wel leuk om een keer gewoon erin te zijn, denk ik. Ik vind het best hoog. We staan hier in, dit is de grootste autotoren, dit is de snelste autolift ook ter wereld. We gaan een uitleg krijgen, dus dat is wel gaaf, die meneer weet alles van de techniek. Tot 8 meter per seconde gaan die dingen zo mooi. Ik moet straks maar, ja, ik ga eerst, het is natuurlijk zo'n autolift, automatische parkeergarage. Hij wordt op dat platformtje gezet. En dan, ja, schiet hij omhoog, is misschien overdreven, maar het gaat echt wel rap omhoog. En het leuke is, het is natuurlijk een ronde toren, dus je ziet hem ook zeg maar zo ronddraaien naar de plek waar hij heen moet. Wij gaan zo, kijk, gaat hij? We zien hem ook, maar hij draait niet echt. Volgens mij is het toch later draaien, maar het is echt wel gaaf om te zien. We gaan even kijken. Live. Het is echt bizar hoe groot het is. Kijk hier met al die sporen en zo. En alles om die auto's in die torens te krijgen. Trouwens ook cijfers. Kunnen we even spieken. 147.000 auto's, even uit mijn hoofd. 142.770 nieuwe auto's afgeleverd in 2017 hier in Autostad. Dat betekent 1 in de 4 nieuwe Volkswagens in Duitsland wordt hier opgehaald. Dat is best wel succesvol. Zo grappig, ze hebben hier een schematische weergave van de twee torens en met alle statistieken erbij. Dus dit zijn die twee torens, je ziet hier dus ook waar de liften staan. En ja, hier zie je eigenlijk dat hele spoor naar ja, alle hallen en dingen. En dit is het Kundenauslieferingscentrum, dus waar hier kunnen de klanten auto's ophalen. Er zijn wat grappige statistieken. De beschikbaarheid, hè, van hoe vaak gaat het mis? Nou, eigenlijk bijna nooit. 99,9% gaat gewoon allemaal goed. Dus de beschikbaarheid van het systeem. Er is nog nooit een auto naar beneden gevallen. Dat is dan wel fijn om te weten. Vandaag uitgeleverd 67 auto's. En kijken we hier bijvoorbeeld even hoeveel van de torens bezet. Ze hebben 770 plekken. Ook wel een aantal voor zichzelf gereserveerd voor onderhoud en andere dingen. Dus eigenlijk 800, maar 770 voor klanten. En 589 zijn nu bezet. Dat is best wel een lekkere volle bezetting. En ze doen tourfahrten, dat is, nou, dat gaan wij zo ook doen. In zo'n bakje mee omhoog, dan kan je gewoon kijken hoe dat gaat zo. Erg leuk om te doen. En dit vind ik ook wel indrukwekkend. Het aantal uitleveringen dit jaar. 85.000 auto's al uitgeleverd. Het is nu begin augustus. Gaat best hard. Grappig om te zien zo. En vooral om daarna even om te draaien. Hier bijvoorbeeld, nu direct achter ons. De auto net achter ons. Sharon. Nou, gaat dus zo weer weg. Niet de meest spannende auto, maar dit is wel echt bizar gaaf om te zien hoe ze dit allemaal hebben gemaakt. En vooral om te bedenken, het is natuurlijk eigenlijk echt spielerij. Maar wel een hele leuke spielerij. We zouden ook gewoon 10 studentjes kunnen hebben die de auto zouden kunnen rijden. Maar dit is wel gewoon heel gaaf om zo te zien. Leuk dikke polootje komt eraan. Er zijn zo'n 1000 klanten in Nederland die voor een Polo Airline hebben gekozen. Dit staat echt wel een hele scharpe uitvoering. Heeft gewoon trommelremmen achter. Dus het is wel een show weinig go. Maar ik vind, ja, het ziet er wel grappig uit. Dat is wel eerlijk gezien. Ja, dit, ja, ik pas op. Leuk, nu lopen we echt tussen de rails. Je hebt een camera moeten oppassen. Achterop, even wachten. Kijk, hier gaat een. Ik ga. Dit vind ik echt leuker dan ergens in, weet ik veel waar, Mallorca weer met een nieuwe auto rijden. Ik vind het echt heel gaaf om te zien. Echt heel leuk. Hier moet ik even auto nog kleurenstief doen. Ja, weet je, pak gewoon een gele of oranje, vaart je iets een beetje op in je grijze massa. En dit stinkt er ook uit. Hier is feitelijk het eindpunt van die torens en de track en zo. Kijk, er stapt nu iemand in die grijze, wat is het, Tiguan daarachter. Die start hem, rijdt hem dan omhoog en dan is feitelijk kentekenplaat erop.
En nou ja, veel plezier als klant. Want dit is dus een nieuwe auto van iemand die boven staat te wachten. Dat is best wel grappig. Wij hebben al, ik vind dit niet de meest spannende auto. Niet de meest spannende kleuren wat er nu staat. Maar weet je, het is wel gewoon iemands nieuwe auto die nu omhoog wordt gereden. En zit iemand te wachten in spanning. Van, ik heb gewoon er wel eventjes op gewacht. Gaaf, hè? Veel leuk. Veel leuk. Je ziet nu bij die Polo, zie je het beste bij de kleur natuurlijk. De motorkap is open. En dat doen ze vanwege de veiligheid. Stel dat er toch brand ontstaat. Dat de brandweer in één keer die kap open kan doen. En het kan blussen. Er is overigens nooit brand ontstaan in een auto hier. Dus het is een beetje onzin. Maar goed. Duitsers. Veiligheid. Duitsers en veiligheid. Ja, hoe weten ze welke auto wat is? Ja, ze hebben natuurlijk wat papier hier liggen, maar het gaat vooral om die transponder die aan de binnenspiegel hangt. Ja, dat gebruikt het systeem om de auto te identificeren. Nou, en als ze dan weten welke auto het is, dan weet je ook waar die naartoe moet. En hier kan je dus ook goed zien dat die motorkap gewoon open is van de titel. Ik zal het niet doen, want er is niemand de auto, maar je kunt hem gewoon, het zou hem open kunnen maken. Kunnen blussen! Moet er een brandweerman die dat kan doen. Kijk hier, we hebben actie, kijk! Oké, die moet doen. Hoe goed ziet dat auto er nou? Best wel klappen en dingen hier, dat ding. Dit staat echt los natuurlijk. Dacht ik, dit is een lift. We staan echt op het platform waar ook die auto's op gaan. Zelfs één van ons, we zijn met z'n vier hier, is niet mee omdat hij hoogtevrees heeft. Ik denk dat het op zich een goede keuze is, want ik heb nu al een beetje iets. Ik zit zo naast het glas. En we gaan 48 meter omhoog. Die toren is 48 meter hoog. Van buiten lijkt het nog niet eens zo indrukwekkend, maar als we nu zo omhoog gaan, dat is toch wat leuker. En leuke auto's hier hoor. Potsie dikkie. Best veel Golfjes GT, Golfje R, Polo GT zag ik net. Blijft. Kijk, nu gaan we hier parkeren. Dat is grappig, want dan heb je ook een soort lounge. Met mooi uitzicht op de icoon, het Kraftwerk, de elektriciteitscentrale van de fabriek. We gaan nu nog verder omhoog. En ik herinner me dat er een van onze beneden is gebleven hoogtevrees. Maar dit? De dames hier waarschuwen ze van ja, maar als je echt hoogtevrees hebt, ook maar een beetje, dan moet je dit echt niet doen. Want we gaan nu zo over die roosters lopen en je kunt echt gewoon naar beneden kijken. Op zich heb ik wel een beetje hoogtevrees. Maar hey, vaak beter bang is ons credo. We gaan dit gewoon doen. En dit is inderdaad, kijk, als je nu naar beneden kijkt, is het echt bizar hoe ver je naar beneden kunt. Misschien zien jullie het ook, maar ik hou me vast hoor. Je wilt dat helpen. Zo'n rooster breekt. Oh, nu hier zo hoog staan weer heel veel te zien. Waaronder een wesp. Die vliegt aan de buitenkant. Wel grappig. Hier worden ze gebouwd, hè, auto's. Dus het is echt fabriek. Veel zonnepanelen trouwens ook. Wel grappig om te zien. En je ziet daar een tunnel. Die glazen tunnel komt er ook een auto doorheen. Dus in dat gebouw daar precies aan vast. Daar worden auto's klaargemaakt natuurlijk. En dat gebouw zijn eventjes een beetje opgepoetst. En dat moet allemaal op. En dan gaan ze door die tunnel op zo'n karretje. Hup, naar beneden. En dan komen we weer uit waar wij net waren. Maar wij gaan nu nog verder omhoog. Verder gaat alles goed. Dat is wel mooi. Dit is het hoogste punt. En dit is een reddingsding. Dit is een soort glijbaan. Die gooi je dan over de rand. En dan ga je zeg maar zo in cirkels naar beneden. Maar dit is 48 meter hoog. Dat is echt serieus. Als je zo naar beneden kijkt, ja, het is dicht op elkaar, maar niet goed te zien. Je kunt er wat mensen zien. Dan zie je hoe klein ze zijn. Dat is echt wel serieus hoog. Eén keer per jaar doen ze een oefening. En onze gids, Martijn, vroeg van, dan mag je dus ook oefenen. Dan mag je erin. En vroeg ons even, heb je dat gedaan? Oh, hij wist dat goed te onderdrukken om dat te gaan doen. Want dat denk ik best wel echt wel heftig. Dat moet je echt wel heel leuk vinden. Grappig om hier even naast de technologie te staan. Dit is de liftmotor, 110 kW, 150 pk. Noodremmen. Maar wat je moet bedenken, op het platform staat een auto. Die kan tussen 1500 en 3200 kilogram zijn, even grofweg. Hangt aan een staalkabel natuurlijk. Die rekt natuurlijk uit op het moment dat er een auto opkomt, maar gaat ook, rekt ook weer in, zeg maar, wordt weer korter op het moment dat hij de auto eraf gaat.
Dus die motoren die compenseren daarvoor. Dit is natuurlijk allemaal centimeterwerk. Maar ja, anders dan rolt hij zeg maar elke keer net even het platform af. Krijg ik een foutmelding. Dus het ziet er redelijk eenvoudig uit om zoiets te construeren. Maar dat is het toch niet. En het is nog steeds heel erg hoog naar beneden. Maar ik ben er inmiddels aan gewend. Ik denk, nou, ik sta gewoon op roosters. Geen enkel probleem. Deze fabriek trouwens, 4500 auto's per dag worden er gemaakt. Per dag, hè? 4500. En 18.000 currywoesten gewoon hier in de kantine, ook per dag. 18.000 currywoesten, echt bizar. Een hele groep trouwens maakt 11 miljoen auto's per jaar. Maar die 4500 per dag, dat, alleen deze fabriek, hè, om even een beetje gevoel te geven. Hè, over Tesla wordt hier geroepen, ja, we gaan misschien wel 5000 auto's per week bouwen. Komt trouwens een goed deurtje, een saaie auto, maar ik kom op schoorsteen even tegenwoordig. Even mooi zien hoe dat allemaal weer even werkt. Grappig. Maar brengt het wel in perspectief dat zo'n fabriek als deze gewoon factor 7 meer auto's maakt. Dat is natuurlijk het voordeel wat de Volkswagen groep heeft al jaren ervaring met het bouwen van auto's. Dus dat is niet eens om Tesla te dissen, maar wel om een beetje verhoudingen te krijgen. Echt gaaf om te zien allemaal dit. Hè. Buitenkastje. Ik vind het leuk hoor. Echt serieus. Als je, ik weet niet, kan je dit boeken? Volgens mij wel. Je kan dit ook boeken. Wat kost dit, Dennis? 8 euro. 8 euro. 8 euro per persoon. Altijd doen. Echt super leuk. Wij hebben natuurlijk een hele uitgebreide tour gekregen met de uitleg en zo. Goed, jullie hebben de video nu gekeken. Dat heb je dan ook al meegekregen. Maar het is echt wel gaaf om even te zien. Dikke Golf R in het wit ook. Het is gewoon een heel bijzondere ervaring om met dit ding helemaal omhoog te gaan. Het geeft veel meer van hoe hoog dit apparaat werkelijk is. 48 meter toren. Als we nu omhoog kijken, daar stonden wij. Die roosters. Best een gek idee trouwens. Goed. Leuk. En nu worden we weer vooruit geparkeerd. Dat hebben we afgeleverd. Afgeleverd. Dan gaan we naar onze klant. Ik hoop het. Wat een leuke klant hebben we vandaag. Ik hoor ook al af. Oh wacht, we staan nog niet aan, maar we eigenlijk nog niet doen. Het is allemaal veilig. Erg leuk om even mee te maken. En indrukwekkend hoe ze die torens hebben neergezet met afleveren van de auto. Het is gewoon echt wel gaaf om dat te zien. Dus het geeft gewoon even een extra dimensie aan het ophalen van je auto.